We hebben nog meer bewakingsbeelden voor u. Een stel inbrekers in IJmuiden onderschat hoe sterk je moet zijn voor je gewapend glas stuk hebt. Tankstation Q8 aan de Zeeweg in IJmuiden. Vanuit de bewakingscamera bij de deur van de tankshop is te zien hoe er zaterdag 1 september rond 3:30 s'nachts autolichten van een donkere Audi station opdoemen. Er blijken 4 mannen in te zitten die het glas doormeppen. Dat gaat vrij makkelijk. 3 van hen kruipen achter elkaar voorzichtig naar binnen. Een 4de haalt alleen het glas weg en besluit buiten te blijven. Daarna gaan ze het glas van de balie te lijf. Dat geeft zich niet zomaar gewonnen. De man met het breekijzer mept en wrikt, maar er gebeurt niet veel. Links in beeld probeert een van zijn mededaders het anders. Hij ramt de deur. Dat heeft uiteindelijk meer effect. Zodra ze achter de balie zijn, pakken de mannen razendsnel dozen met sigaretten. Achter elkaar rennen ze naar buiten om die in te laden in hun auto. En binnen 1,5 minuut is de inbraak alweer achter de rug. De 4 inbrekers in IJmuiden zijn nergens heel duidelijk herkenbaar in hun gezicht te zien. Een aantal lijkt blank, maar kijk vooral goed naar hun houding en kleding. Wie herkent deze jonge mannen die na zaterdag 1 september dus opeens bijzonder veel sigaretten in hun bezit hadden en mogelijk een band met Amsterdam hebben? Op hun Audi zaten namelijk kentekenplaten die gestolen zijn vanaf de Transformatorweg in Amsterdam.